Oké, het is nu op dit moment 19:59 en over 1 minuut dan gaat het evenement beginnen. En ik hoop dus dat ik op tijd ben. Ik ben namelijk 4 minuten geleden proberen te joinen, maar op een of andere manier duurde het lang. En ik vraag me nu af, ga ik het redden, ja of nee? Want ik heb namelijk nog maar 1 minuut. En binnen 1 minuut begint het. Maar wanneer begint deze battlebus dan? Oké, hij begint nu. En het is nog steeds 1 minuut voor. Het is 1 minuut voor. Het is nog geen 8 uur. Het is nog geen 8 uur. Het is. Oké, het begint gewoon nu. Het begint gewoon nu. Oh, wat de hek? Er komt daar een of andere dinosaurus hier aan. Wat de hek is dit, joh, gek? Even iets dichterbij, maar. Wow! Wow! Wow, wat? Wat? Nee. Wat ga je nog meer. Gaat die dingen destroyen? Nee, toch? Wajo! Wat is dit, joh? Oh, daar komt die robot. Ja, kom maar op. Kom maar op, kom maar op. Doe het. I'm ready. I'm ready. Oh. Die destroyt toch niks? Die is goed. Maar die niet. Die is slecht. Oh! Wow, dat gaat heel smooth. Oh, shit. Nee, hé! Hey, maar dat is de fault. Hé, hey, je gaat niks. Hé, hey, haal. Hé. Hij wil gewoon ook alles geunfold hebben. Oh, wacht trouwens. Dat is Polenpiek dat hij op zijn rug heeft. Oesh. Wojo! Hij schiet gewoon op hem. Hij heeft. Oké, Polypiek is weg. Polypiek is weg. Polypiek is weg. En nu? Wat ga je nu doen? Oh! Oh shit. Oh, dat is sick. Dit is insane. Hoe lang zou dit duren? Wanneer zou die doodgaan? Zou die nog meer destroyen? Oh, nee. Nee. Ik wil dat de robot wint. Dat monster mag echt niet winnen. Echt niet. Oh my god. Oh, joh. Oh, joh, dat is sick. Was het alles? Nee, dat was niet alles. Sowieso niet. Was sowieso niet alles. 100% niet. Nee. Oh! Oh, heeft hij nou gewonnen? Heeft hij gewonnen? Oh. Nee! Oh, maar dat beest is echt ziek groot. Hoe groot is dat beest wel? Nee, kom op. Beest, ga weg. Rot op. Ga weg. Beest, ga weg. Nee. Doet hij gewoon even alsof het niks is. Oh, damn. Nee. Don't die. Nee. Ja, maar. Nee, kom op. Ik oprecht, hè. Ik wil echt dat die robot wint. Ik wil echt dat die robot wint. Die robot ziet er gewoon leuk uit. Dat geeft mij gewoon memories van. Oh, wat? Wat? Huh, wat is dat? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Oh! Hij wordt gewoon naar de andere kant van de wereld geslagen. Oh, shit. En nu? Wat? Wat is dat dan? Oh. Oh nee. Wordt het een zwaard? Waar komt dat zwaard opeens vandaan? Waar komt die vandaan dan? Oh nee. Oh nee. Holy shit. Dit is sick. Kun je emoten? It's true love. Oh my god.
Are you kidding me? Het was zo'n epische fight. En dan ga je dit doen. Oké. Okay. Wauw. Dit hebben ze zo ziek gedaan. Holy damn. Holy damn. Wat de heck is hier zojuist gebeurd? Ik had veel verwacht van dit evenement. Maar lang niet dit. Dit was sick. Dit was echt sick. Ik wil daar even kijken. Dit was echt insane. En waarom zat hier trouwens nog een aircraft? Sinds wanneer is dat? Is dat zeker alleen vandaag of zo? En hier... Zo! Opeens gek skeleton hier. Al die bomen zijn ook weg. Wow, huh? Waar zijn alle... Wacht, wat? Hoeveel bomen zijn weg? What the heck? Maar dit is heel... Oh, thanks. Wacht even, ik wil even checken. Hoeveel bomen zijn... Check dit! Alles is gewoon weg. Gewoon letterlijk alles. Nee, het huisje. Het huisje die er al sinds season 1 staat. Ik wil nu even naar de vault gaan trouwens. Want hartstikke leuk dat hier alle bomen weg zijn. En... Nee, wacht. Nee. Is Salty weg? Of is Salty puur weg vanwege dat iemand anders het weg heeft gehad? Nee, toch? Nee, dan zou het er veel anders uitzien, denk ik, right? Zou dit Salty... Nee. Oké, ik weet het niet. Ik join zo meteen nog een keer een potje en dan gaan we even kijken of dat zo is. Want... Oh, yo. Oh! Nee, die was echt slecht. Maar we hebben hier dus nu... Een vault, I guess? Een vault die open is gebroken, maar er zit nu een of ander hart of zo. Het klinkt een beetje hard. En ik neem aan dat als je... Ja, dat dacht ik inderdaad al. Kan je er doorheen? Wacht even, kan je er doorheen? Oh, je kan er dus niet doorheen, want hij is dus echt... Het is echt wel een bol, zeg maar. Je kan er niet overheen of iets in die richting. Oh, yo, dit is... Oh, yo, alles is hier inderdaad ook echt weg. Maar nu vraag ik me dus af, komen die bomen gewoon weer terug voor een potje? Of was dit puur alleen voor de animatie, zeg maar? Of is het echt voor altijd zo? Because I don't know. Deze hele video heb ik namelijk echt een geur onder mijn neus van pizza. Want ik heb hier letterlijk mijn pizza. En was het lekker, maar die geur blijft zo lekker onder je neus zitten. Dus dat is wat minder chill. Maar maakt natuurlijk helemaal niet uit. Wij zien hier op de map, zien wij dat trouwens niet, of wel? Oké, ik denk inderdaad dat de bomen wel terug zijn, want dit is al geüpdate, dus bomen zijn sowieso terug. 100%. En... Er is hier geen ding... Oké, dat was dan puur voor die game mode dus. Want Salty Spring staat er ook gewoon nog, dit staat er nog, alleen dit niet. Maar, zo te zien, alle bomen zijn gewoon weer terug. Wat ik eigenlijk dus ook had verwacht. Want, ik weet niet, anders dan zou je dus een soort van... Minder hout kunnen pakken, I guess. En dat zou een beetje raar zijn. Maar dit blijft dus inderdaad. Wat ik al zei, dit had ik ook verwacht. Want dit zijn de dingen, de grote dingen. Die blijven ook echt wel staan. Dus dit ding blijft staan. Loot Lake blijft staan. Pressure Plant blijft staan. En ik heb helemaal nog niet aan de andere kant gekeken, als ik eerlijk ben. Maar dit ziet er dik uit. Dit ziet er oprecht echt heel dik uit. Dit hebben ze heel dik gemaakt. Holy damn. Nou, niet dat ik het ga overleven... Want ik ga ook helemaal niet een heel potje nu proberen te winnen. Aangezien ik sowieso geen gun heb, dus het wordt sowieso lastig. Ik hoor wel enemies. Wacht, ik ga ze gewoon even proberen, oké? Waarom valt iedereen naar beneden toe? Ik bedoel, oké, ik snap dat het een beetje apart is. Maar, come on. Ik wil gewoon even een killetje pakken, oké? Oh, pff. Dat is lullig. Maar I don't care. Dankjewel, volgende kill. Hoorde je dat? Volgens mij kraakt dat bot gewoon, of niet? Volgens mij hoor ik dat bot gewoon kraken. Of het was een enemy, maar volgens mij niet. Volgens mij was het een bot dat ik hoorde. Wow, yo, dat is sick.
Nou, thank you. Die zag je echt totaal niet aankomen. Dat is mooi, dat is heel erg mooi. Zo, die pakken. Dan wil ik... Natuurlijk de heavy sniper pakken. Laat het eerlijk zijn. Die gaan we niet laten liggen. Jullie kennen me beter. En langer dan vandaag, heavy snipers laat ik bijna nooit liggen. Bijna nooit, hè. Ik bedoel, nu moet ik mezelf niet tegen gaan spreken. Maar bijna nooit. En voor mij zit hij daar. Denk ik. I don't know, I guess. We gaan gewoon even kijken, oké? We gaan even koekeloeren. Ik mis hier wel iets. Ik weet alleen niet wat, maar ik mis iets. Het voelt leeg. Het kan ook aan mij liggen, hoor. Maar het voelt heel erg leeg voor mij. Alsof, zeg maar, deze ruimte groter is geworden of zoiets. Zo voelt het een beetje. Wat waarschijnlijk niet zo is. Maar het voelt gewoon heel erg apart aan. En nu vraag ik me ook een beetje af waar alle enemies zijn. Er waren hier net... Er was hier net nog een enemy. But where are you at? Oh, dat is zo jammer. Dat was zo close ook weer, hè. Zo close. Dat was echt raak. Niet bij hem, maar bij mij. Want ik was er echt dood geweest, waarschijnlijk. Ik schiet zo steeds net mis. Dat is echt vervelend. Oké, GG. Oh, GG. Ik dacht slim te zijn, maar dat was echt totaal niet slim. Oh ja, oké, GG. Ik had ook niet verwacht dat ik zo ga winnen of iets. Maar ik vind het evenement dus best wel heel erg dik geworden. Ik had echt niet verwacht dat het zo dik zou worden. Ik had wel wat verwacht, zoals ik al echt waarschijnlijk 300 miljoen keer deze video heb gezegd. Maar dit was wel boven mijn verwachtingen. Dus laat in de reactie achter wat jij vond van dit event. Ik geef het wel echt een 9. Of, ja, ik wil geen 10 geven, maar een 9 is wel sick. Nou, oké. Een 10. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Drop natuurlijk even die blauwe duimpje omhoog als je het event super dik vond. Of je deze video heel erg leuk vond. Vergeet daarbij natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal met het belletje aan. Zal heel erg tof zijn. Vergeet ook niet mijn iShop code Paradox in de iShop te gebruiken. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En dan zie ik jou morgen weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ciao.